Yo gasten, GamePoxy, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag gaan we echt iets moois doen, want wat ik namelijk kan kopen in de store is een mysterieuze knokker. In de aanbieding is er op dit moment eentje. Ik zou er zelfs twee kunnen kopen, maar dat vind ik dan net iets te veel van het goede. Want je hebt regelmatig wel aanbiedingen en ik spendeer liever mijn edelstenen aan aanbiedingen. Bijvoorbeeld nu heb je eentje voor 259. Dat is 91 edelstenen goedkoper dan dat je hier bij dagelijkse deals eentje zou kopen. En als mysterieuze knokker, welke kan je dan krijgen? Dan kan je of deze krijgen, nu eventjes niet, zometeen kan ik wel spelen. Of deze, of deze. Ik kom ze wel regelmatig tegen. Ze zijn allebei best wel overpowered. En als ik één van die krijg, dan hoef ik nog maar 3 knokkers te krijgen. En dan heb ik ze allemaal. Ja, dan moet ik deze met 3000 trofeeën nog vrijspelen. Maar die krijg je gegarandeerd dan. Dus die krijg ik vroeg of laat toch wel. Dus dan heb ik er nog 3 te gaan die ik dan echt moet vrijspelen. Dus dat is super nice. En als jullie zin hebben in deze video, smash op dat duimpje omhoog. 1000 likes zou super nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Maar laten we het maar gaan kopen, deze aanbieding. Let's go! Dat kost dus redelijk wat edelstenen. Oh, dit is deze. Oké, nice. Mortis is het. Ik vind hem best wel overpowered. In ieder geval, ik speelde wel eens tegen en dan denk ik, donders. Die is best wel goed. Voor edelstenen graaien en zo kan je die volgens mij best wel goed gebruiken. Maar dan zal ik hem nu even selecteren. Ik heb hem dus helaas nog maar kracht level 1. Dat is een beetje fucked up. Maar ik ga eerst even... Wat zou ik doen? Of weet je wat? Ik ga wel premie doen, want daar kan ik zo'n sterpunt verdienen. Ik zal trouwens deze doos nog even openen. Even kijken of we hier nog wat uit krijgen. El Primo? Oh, nice! Die kan ik dan nu upgraden. Dat is ook wel chill. Dat zal ik dan meteen eventjes doen. Want El Primo vind ik ook echt een hele chill. En die heb ik nu kracht level 6. Dus dat is wel dik prima. Oh joh, Barley kan ik upgraden naar kracht level 7 als ik wil. Ik kan dan best wel wat upgrades doen. Maar dat zie ik wel. Ik ga eerst even met deze spelen. Dat doe ik dus in premie. Gewoon eventjes een oefenpotje. En daarna kan ik met kleine genoten spelen. Oh, een van de tegenstanders heeft ook dezelfde. En een teamgenoot van mij, die heeft die andere mysterieuze. Oké, wat? Wow, yo, je bent vet snel of zo. Je kan als je iemand attackt, dan ga je ook meteen weer naar achteren. Ik kan deze aanvallen. Je gaat, of naar achteren, ik bedoel naar voren. Bijvoorbeeld als ik deze nu probeer aan te vallen. Dat kan wel, ik zal deze even aanvallen. En wat is die special? Oh, ik zou trouwens eerst even weggaan en even wat HP erbij krijgen. Kan je dat... Ah, oh yo, zijn dat bommen? Oh, dat zijn boosten juist. Dan word je geboost. Oh, ik dacht even dat het bommen waren. Oh, ik moet hier even uitkijken. Wat is dit precies? Kan ik hem al inzetten? Ja, ik kan hem al inzetten. Maar beter pak jij de boost. Ja, inderdaad. Ik zal hier even die special attack neerzetten. Oh, ik heb geen idee wat die special attack nou precies deed. Dan moet ik even nog achterkomen wat die special attack doet. Want daar heb ik serieus al geen idee van. Maar dit is altijd wel lastig als je voor het eerst weer met een nieuwe knok speelt. Oh, even uitkijken. Die kerel nu doet... Oh ja, mega veel damage omdat hij geboost werd. Dat is wel een beetje fucked up. Kom op. Oh, shit. Dit is wel een beetje fucked up. Ik moet hier even uitkijken. Help. Zo eventjes hierheen gaan. Even kijken of ik die kan killen. Ah, nee. Ik heb wel wat damage kunnen doen. Maar hij heeft 6 sterren, die kerel. Dus die moet op zich wel dood. Dus als dat eventjes gaat lukken, zou het mooi zijn. Ik zal eventjes kijken. Kill. En wat is dat? Dat zijn vleermuizen of zo. En die attacken dan vervolgens. Oh shit, een van hun kan die boost pakken. Dus dan is het gewoon nu eventjes uitkijken. Zorgen dat ze me niet kunnen killen. Oh wacht, die killen. Oh shit, heeft hij mij gekillt. Maar we staan lichtjes voor. Dus dat is mooi. We zouden dit in principe nog steeds kunnen winnen. Even kijken of die kunnen... Oh shit, daar hebben we mijn special. Maar dat zijn inderdaad vleermuizen of zo die dan damage doen. Oké, nu ga ik dood. Ja, inderdaad. Maar we staan nog steeds lichtjes voor. Dit is wel echt een spannend padje. Want dit kan echt alle kanten op. Volgens mij doet die special alleen niet heel veel damage. Dat is een beetje minder. Oh, die special moet ik even uitkijken. Even kijken of ik deze moet killen. Even special inzetten. Ja, dan is die gekilled. Nu eventjes wachten. Want als ik nu leven blijf, dan hebben we sowieso gewonnen. Want we staan 3 sterren voor. En als ik nu gekilled word, dan hebben we verloren. Dus ik moet gewoon even leven blijven. En dan hebben we gewonnen en dan komt dit goed. Want als hij nu niet... Oh, gelukkig. Als hij nu dood ging, hadden we verloren. Maar we hebben uiteindelijk net gewonnen. En dat betekent dat ik mijn eerste potje heb gewonnen met mijn nieuwe knokker. Ik vind het best wel overpowered. Maar ik ga eventjes kijken wat zijn special nou precies doet.
krijg je wat punten. Ik krijg altijd zoveel uitnodigingen, dat is echt niet normaal. Maar in ieder geval, eventjes kijken wat voor een special die heeft. Oké, ik heb even gekeken. Er zijn inderdaad vleermuizen en die vallen gewoon de tegenstander aan. Dat is gewoon zijn special. Ik zal het trouwens deze nog even openen. Maar ze doen nu nog niet heel veel damage, maar dat komt natuurlijk ook nog omdat ik hem kracht level 1 heb. Ik ga gewoon met clangenoten spelen, dan doen we gewoon edelstenen gaai. Of dan moet iemand anders doen. We gaan gewoon lekker een potje spelen en dan hoop ik dat we deze ook kunnen winnen. Oké, let's go. Ik heb ondertussen een team gemaakt met wat clangenoten. Dit gaat wel lastig worden, want hun hebben al redelijk wat trofeeën. En ik zit nog redelijk laag natuurlijk met trofeeën met deze. Maar hij is nog maar level 1, dus het gaat denk ik wel lastig worden. Het voordeel is wel dat je snel die edelsteen even kan pakken. Ik zal hier even attacken. Oké, nu moet ik even uitkijken. Dat was wel een zieke special. We zijn gewoon ook allemaal tegelijk dood. Nou ja, dan komen we ook weer allemaal tegelijk leven natuurlijk. Even kijken of we die kunnen killen. Ah, shit. Kom op. Die even killen. Die special is wel een beetje irritant. Ik zal daar even deze kapot maken. Die is echt zwaar irritant. Oké, ze lopen nu wel wat voor. Dat is wel minder. Oh, die special was op zich wel handig. Het is echt irritant. Ik zal hier deze keer wel even killen. Oh, nu ben ik zelf ook dood. Oh, shit. Dit is echt lastig, man. Want deze heeft niet zoveel HP. Dit is wel echt heel erg wennen. Dat heb ik altijd met nieuwe knokkers. Altijd even wennen. Maar bij deze heb ik dat wel extreem, zeg maar. Even die kapot maken. En dan ben ik alweer dood. Ik weet niet zo goed hoe ik me hiermee moet aanvallen. Want je wordt sowieso de hele tijd gehit door dat ding wat op afstand is. Ja, kijk, dit ding. Die hit je de hele tijd. Ik zal hem nu wel eventjes hier schuilen. Ga maar even weg daar, want anders gaan we allebei nog dood. Dat moeten we ook niet hebben. Hun kunnen al aftellen. Holy shit, dit is echt fucked up. Dus deze even kapot maken. En dan moeten we nu volop erachteraan. Oh, daar, hier is hij gewoon. Die kerel zit er ook niet meer achter. Zelf hier special. Oh nee, ik kon net niet meer special. En hij was net op tijd weg. Oh, dit is een beetje verkapt. Nou ja, dan hebben we dit potje uiteindelijk verloren. Ik weet nog niet wat ik moet vinden van deze knokken. Het eerste potje ging wel redelijk. Maar dit ging dan weer veel minder goed. Ik weet het nog niet zo goed. Oké, we gaan nu een potje overval doen. Dat is op zich ook wel lachen. Maar dit is wel echt lastig. Ik weet trouwens ook niet of dit een goede knokker is voor overval. Maar het is op zich wel leuk. Dan kunnen we meteen allemaal verschillende game modes spelen met deze knokker. En meteen eventjes uitproberen welke nou goed werkt, zeg maar. We hebben nu premie gedaan, edelstenen graai. En dan hier deze nog. Wat zou ik doen? Oké, daar is Barney. Eventjes hieruit kijken. Ik zal nu even die kant op gaan. Oh, what the fuck? Hij blijft daarachter haken. Oké, je moet dus wel iemand in het vizier hebben. Anders wordt het sowieso niks. Even hier. Die Barney ga ik proberen te killen. Come on. Nu moet ik even uitkijken. Maar we kunnen hier nu wel mooi wat hits doen. Oh, nu ben ik wel dood. Maar we hebben al vet veel damage gedaan. Dus dat is mooi. Nu eventjes hier verdedigen. En dan zo meteen nog een aanval. En dan denk ik dat we ze daar al neer kunnen krijgen. Oké, nu moet ik hier even... ik ben trouwens nu al bijna dood. Help. Ja, als ik die Barney een beetje kan afleiden, dan is dat prima. En dan kan ik nu misschien hier zo meteen even vet veel damage doen. Zal eventjes wachten, want als ik nu ga attacken, dan ben ik sowieso dood. Ik zal nu even aanvallen. Oh, special attack. Oké, dan heb ik in ieder geval de kerel gekild. Dus dat scheelt weer iets voor mijn teamgenoten. Maar dit is wel een spannend potje. Ik denk dat ik... Dit is niet de beste knokker ook voor deze game mode. Maar dat zit ik een beetje te twijfelen. Voor welke game mode deze knokker nou wel heel goed is. Oh, shit. En daar komt hij. Goed zo, dat bevriezen was ideaal. Oké, nice, dan is die nu dood. En hun hebben nog maar 14... What the fuck? Oh, hij zat daar in de bosjes. Hij kan dus niet in de bosjes. Even deze kerel killen. Pas nog eentje. Ja, en dan is die dood. Ik kan mijn special weer inzetten. Oh, hier even uitkijken voor die Barley. En dan zal ik hier mijn special even inzetten. Even damage. Nog een keer special. Oh, die kan ik al bijna weer inzetten. Dat gaat wel echt snel met die special, man. Maar dit is wel een spannend potje en ik denk dat we dit uiteindelijk gaan winnen. Dan heb ik toch 2 van mijn 3 potjes gewonnen. Met deze knokken. Ik zal hier even mijn special neerzetten. Come on, hier even hits. Yes, oké, we hebben het uiteindelijk gehaald. Eigenlijk best wel een easy overwinning uiteindelijk. Maar ik denk dat dat niet echt door mij kwam. Dat kwam meer door mijn teamgenoten. Maar we hebben nu in ieder geval rank level 2. Dat is natuurlijk chill meegenomen. Weet je wat? We doen nog 1 laatste potje en daar sluiten we deze video ook mee af. Yo, let's go. Nog een keer deze doen we overval. Ging net best wel prima met mijn team. Dus ik hoop dat dat nu ook weer het geval is. Daar in de bosjes zit dus iemand. Die moet hier ergens zitten. Ja. Dat zit inderdaad. Oké. Dat duel moet ik dus niet aangaan. Eigenlijk. Ja, trouwens, het is wel een beetje fucked up. Hun hebben de bul.
Dan hebben we die andere, Darley heet die volgens mij. Die zijn voor dichtbij echt vet goed. En ik moet met deze knakker eigenlijk van dichtbij komen. En dat is een beetje fucked up. Kijk, deze kan ik nog wel hebben. Maar die andere echt niet. Oh, trouwens, als hij zijn special zo inzet, dan kan ik hem ook niet hebben. Oh, dat is nice. Trouwens, een van ons is bij hun toren. Kan deze... Oh, what the fuck. Oh, shit. Oké, nou, gelukkig heeft de teamgenoot van mij neer kunnen halen. En hij heeft echt vet veel damage kunnen doen, die Dark Ninja. Zul je even hits doen? Oh, nice, nice, nice. Dat is ideaal. Ik zal even hier helpen. Come on, even hier nog kill. Ja, die is ook chill. Dat is mooi. Dan hebben we hier heel veel damage kunnen doen. Even kijken of deze kunnen killen. Hier even special inzetten. Come on, come on, come on, come on. Special. Oh shit, net niet. Dit is wel een beetje lastig, maar we doen echt vet veel damage. Vooral die Dark Ninja. El Primo is zo goed voor de overval. Mocht je El Primo hebben, dan is dat sowieso de beste knokker voor overval. 100%. Oké, ik ga even proberen die te killen. Want trouwens, moeten we nu wel even uitkijken hier. Ik ga maar even mee helpen verdedigen. En ja, gaan we deze proberen neer te halen. Come on. En hier even special. Oh, die special had niet heel veel nut. Oké, het is dat mijn teamgenoten goede knokkers hebben voor deze game mode. Anders hadden we dit sowieso niet gewonnen. Nog 8%, nog 3%. Nog heel klein beetje dus. En nog heel klein beetje. Come on, come on. Ja, dan heb ik het uiteindelijk kunnen finishen. Hoppatee, lekker hoor. Uiteindelijk dus toch best wel wat potjes gewonnen. Maar ja, dan was dit in ieder geval voor deze video. Ik weet nog niet echt wat ik van deze knakker moet vinden. Of ik hem nou heel chill vind of niet. Ik denk dat hij wel chill kan gaan spelen. Maar dan moet ik er gewoon net iets meer aan wennen. Maar dat komt in de loop van de tijd wel. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!